Yo guys, mijn naam is Kenny en vandaag ga ik je alles uitleggen over Incoterms. Ik ga uitleggen welke je wel moet afspreken, welke niet. Want als je de verkeerde afspreekt, dan kan het je letterlijk honderden euro's kosten. En dat wil je natuurlijk niet. Eerst begin ik met wat een Incoterm is. En een Incoterm is eigenlijk een afspraak die jij maakt met je leverancier of met je forwarder. Dus je zegt letterlijk van, oké, vanaf dit punt ben jij verantwoordelijk voor deze zending en vanaf dat punt ben jij verantwoordelijk voor deze zending. De meest voorkomende Incoterms zijn EXW, FCA, FOB, DAP en DDP. De eerste Incoterm is EXW en met deze Incoterm hoeft de leverancier alleen jouw producten te produceren en voor de rest doen ze helemaal niks. Dus jij moet dan een forwarder regelen die voor jou de verzending regelt. Bij EXW is de leverancier alleen verantwoordelijk voor de productie. En de verzending moet je dus helemaal zelf regelen. Hierbij kan je een forwarder inschakelen. Een forwarder weet natuurlijk wat diegene doet. En een forwarder zal jou helemaal ontzorgen in jouw zending. FCA is de volgende Incoterm. En bij FCA is het eigenlijk ongeveer hetzelfde als bij EXW. Alleen wat erbij komt is het lokaal transport in China. Dus dit is bijvoorbeeld het transport naar een warenhuis. De leverancier heeft nu dus de verantwoordelijkheid voor de productie en voor het lokale transport naar een warenhuis in China van bijvoorbeeld je forwarder. Bij FCA is het ook belangrijk dat jouw leverancier de juiste documenten voor de uitklaring geeft aan jouw forwarder. FOB is een Incoterm die alleen bij zeevracht kan. En hierbij is de verantwoordelijkheid van de leverancier dat deze goederen produceert, naar een warenhuis verzendt en ook op het schip zet. En daarnaast moet de leverancier ook de juiste exportdocumenten aanleveren. Vanaf het vertrek van het schip is de leverancier niet meer verantwoordelijk en zou je dus zelf het transport naar je eigen adres of naar een fulfillment in Nederland moeten regelen. Met zeevracht kan je ook FCA afspreken en dit is vaak goedkoper omdat bij FCA lever je alleen naar een warenhuis in China. Dus er valt een groot gedeelte weg en een forwarder kan de exportdocumenten en het laden van een zending op een container voor veel goedkoper regelen, omdat een leverancier vaak ook nog een extra marge hierop pakt. Bij DAP is de verantwoordelijkheid van de leverancier dat deze de zending helemaal bij jou tot aan de deur levert. En dus ook de verantwoordelijkheid is helemaal voor de leverancier. Bij DAP is het wel zo dat je je eigen invoerrechten en BTW betaalt. Dus als jij artikel 23 hebt, dan hoef jij de BTW niet meer te betalen. Dus dit is een hele gunstige Incoterm voor jou als koper. Omdat je enerzijds weinig zelf hoeft te regelen. En je kan kosten besparen door artikel 23 aan te vragen. Als je artikel 23 aanvraagt, hoef je niet de BTW direct te betalen. Dit scheelt je dus heel veel geld in je cashflow. Dit scheelt je letterlijk 20% of meer dan de inkoopwaarde van je zending. En hierdoor kun je dus meer geld investeren in andere onderdelen van je bedrijf. Klik op de link hieronder als je artikel 23 wil aanvragen. Na een paar weken ben je goedgekeurd en hoef je geen BTW meer te betalen. De laatste Incoterm is DDP en dit is eigenlijk een manier voor jouw leverancier om fraude te plegen. Nou, waarom denk je dan? Omdat de leverancier in dit geval ook jouw BTW betaalt en jouw invoerrechten. En jouw leverancier kan dit doen door een hele lage inkoopwaarde op de factuur te zetten. De douane kijkt vervolgens naar, oké, wat is de inkoopwaarde? En ze zien dat die heel laag is, dat die eigenlijk veel hoger moet zijn. Dus de BTW en de invoerrechten zullen ook lager zijn. En ja, als ze hiermee pakken, als de douane hiermee pakt, dan krijg je gewoon hele hoge boetes. Dus ik zou deze Incoterm nooit afspreken, omdat het gewoon veel te veel risico met zich meebrengt. Als laatste wil ik je meegeven dat je goed moet kijken naar wat bij jouw situatie past. Spreek duidelijk de juiste Incoterm af met je leverancier of met je forwarder, zodat alles klopt en je hier ook geen boetes over kan krijgen. Spreek dus geen DDP af en met zeevracht spreek altijd FCA af, omdat het je gewoon simpelweg kosten scheelt. Als je nog vragen hebt, iets niet snapt of advies wil, klik op de link hieronder en dan zie ik je bij de volgende video. Ciao!